Wat nou als je 112 belt, maar niks meer kunt zeggen? Dat overkwam Rien van Kemenaren uit Helmond. Hij belde meerdere keren het alarmnummer, maar kreeg geen hulp. Omdat hij niet uit zijn woorden kwam. En Rien overleed. Zijn familie die snapt niet dat het heeft kunnen gebeuren. Het is 26 oktober als Mart en zijn vrouw Ellie geen contact krijgen met Rien. Omdat Riens gezondheid flink achteruit gaat na een herseninfarct en depressie, gaan ze direct naar zijn huis in Helmond. Mijn zwager lag daar op de grond in een plas bloed. En ook het bed en de matras, alles zat onder. Het was gelijk rood van bloed. De politie sluit in eerste instantie een misdrijf niet uit. Na een paar dagen krijgt de familie op het politiebureau te horen dat het om een noodlottig ongeval gaat. Wij waren echt opgelucht toen we dat hoorden. Maar die opluchting is van korte duur. In het gesprek hebben uh, we eigenlijk te horen gekregen dat... Uh... Dat mijn vader dus wel degelijk alles gedaan heeft om uh, hulp te krijgen. Na de val heeft Rien met moeite zijn telefoon kunnen pakken. Daarna heeft hij uh, vier keer één en twee gebeld in dertien minuten. Uh, ja, niks kunnen zeggen, waarschijnlijk. Ik kreeg wel elke melding dat hij de telefoonlijn bezet hield. En daar hield het eigenlijk mee op. Hij heeft zeker twee uur heeft hij, uh, geprobeerd om contact te krijgen. En dat is hem niet gelukt. Met het gevolg dat hij, ja. Ze zijn het dat misschien is hij wel doodgebloed. Het vreet me op van binnen. Het doet pijn om te weten dat iemand wel van je houdt, heeft moeten lijden. En dat is het enige waar je gehoopt had, dat niet had gehoeven. Rien heeft dus wel contact gehad met de 112 centrale, maar er is weer opgehangen. Omdat ze daar niks gehoord hebben. Ze weten tegenwoordig waar je bent, ze weten bijna alles. Als dan vier keer gebeld wordt, dan zou een systeem daar ook wel op moeten nemen, zou ik zeggen. Stuur daar een politie heen of stuur een ambulance heen. Dat is een, een roep om hulp. Want ik denk dat er volgens de technologie die er is, ondertussen genoeg mogelijk zou moeten zijn. Om dit te voorkomen.